deze nieuwe video aan Polestar. Ik heb een deurtje gevonden voor mijn bakje voor de kat. Voor de kat en voor de konijn. Dus dat wil zeggen dat ik niet meer met mijn bakje moet gaan. Dus dat is wel positief. Voor als we binnenkort naar de trimsalon gaan. Wij gaan nu het glas wegdoen. Veel valt er vandaag niet te gebeuren. Ik zeg het, vandaag was een heel vermoeiende dag. Ondanks dat ik niets heb gedaan, voelde mijn hoek was helemaal op. Dus we gaan niet heel veel filmen, maar ik neem je wel even mee naar de glascontainer. Zaterdag is sowieso een hele leuke vlog. Als onze camera niet pieken, onze vervangcamera, dan hebben we natuurlijk een hele leuke vlog. Dus we gaan even naar de glascontainer. Hoor de vogeltjes fluiten, mensen. Hoor ze fluiten. Ik ben toch gelukkig van. Dus voor alle duidelijkheid, in deze fles zijn, heb ik niet uitgedronken. dus nog wat appels. Maar eens nemen. Het zijn ook kleine vogeltjes, denk ik. Het is echt wel gezellig om te horen. Dus deze fles gaan we even daar zetten. Al zo. Want dan kunnen we die rustig meenemen. Het is er even donker, mensen, maar dat kan ik niet zo veranderen. En dan gaan we die potappels nog pakken. En dan gaan we die ook naar de glasmontaine. Er zit een kat op het dak. Ben je aan het kijken, jongeman? Ja, de kat aan het kijken naar hier. En op die kat. Die zit op het dak. Kijk. Van de appel moest nog meenemen en dan gaan we naar de glascontainer en dan gaan we het er allemaal in gooien. Zo. Dan gaan we spaghetti eten. Het is al zo laat dat we dan spaghetti gaan eten. Dus ja. Ik ga het zoeken voor. Meenemen, dus dat gaan we proberen. Aankomen dan denk ik. Dus we gaan alles in de glascontainer gooien. Zo, die staan hier namelijk, dus dat is heel gemakkelijk. Dus ik zet jullie hier. En dan zien jullie de andere kant als jullie staan. Ja. Voilà. Dat ze weer ingegooid. We zijn weer vanaf voor een tijdje. Dus voilà. Ah, die kat is hier tussen gehangen. Ja, wat grappig eigenlijk, die kat. Het is wel nog wat sluw, maar meer en meer vertrouwen in die kat. Dus de zon is ondertussen steeds aan het ondergaan. Die zit trouwens. De zon, wacht, kan je die eventjes zo laten zien? De zon zit daar. Momenteel en die is echt aan het ondergaan. De zon. Dus zo mensen, het is gewoon, het is niet aan het ondergaan. Allemaal dierengeluiden vandaag, een hond, een vogel, dus het is wel leuk. Ja, het is niet zo koud, het is dat, maar dat ik ook zo in een, als het zo ver is dat, als ik echt heel verder moest, dan had ik dat niet gedaan. Sowieso niet. Sowieso niet. Dus ja. En nu gaan we richting de garages terug. En dan hebben we weer alles gedaan. We gaan spaghetti eten, op tv kijken. Zo een ding allemaal. Ook gebeuren de blogs. Nog herten, ook die van gisteren moeten we nog herten. Dus dat moet ook gebeuren. Zo, die bak was perfect om te gebruiken. Die staat terug. Dus, ik heb iets gehad op die kat in mijn garage had. Zo, we zijn helemaal terug. Zo. Dus we hebben altijd een beetje spaghetti. Iemand die dat heel graag eet. Dus